Worden postzegels eigenlijk meer waard als een soort van Pokémon-kaart? Nou ja, het hangt er vanaf welke je hebt, maar het kan zeker, vertelt Smit. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat voor postzegels. Maar postzegels die geldig zijn, gaf net al aan, in 2010 kostte die postzegel 44 cent. Dus als je hem toen gekocht had, zou je hem nu ook kunnen gebruiken. En dan is hij op dit moment 1,14 euro waard. En dit keer gaan we het over de kerstkaarten hebben. Althans, nou, voor nu, ze liggen in de winkel. Ja, en ik ben toch altijd weer te laat. Want ik moet altijd weer zoeken naar die postzegels onder in de la. Want dan ben ik weer te laat om die kerstpostzegels te bestellen. We versturen ook veel minder posten vroeger. En dat is te zien op de beurs. Aandelen van PostNL worden steeds minder waard, terwijl de postzegels steeds duurder worden. Het Reformatorisch Dagblad kopte kort geleden dat aandelen van PostNL goedkoper zijn dan postzegels. En dat zijn we gaan checken. Ja, precies. Die PostNL, die is de laatste tijd veel in het nieuws. Ja. Willen ze een verruiming van de postwet, zodat je brief er een dag langer over mag doen. En de vakbonden die zijn dus aan het onderhandelen over een betere cao. Hoe staat het bedrijf daarvoor? Nou, iemand die daar alles van weet is Jean-Paul van Oudheusden. Hij is marktanalist bij eToro. Ja, ze hebben eigenlijk twee takken van sport. Ze bezorgen brieven en ze bezorgen pakketten. En de pakketten, dat is wel meer winstgevende business, maar daar is wel heel veel concurrentie. En de briefpost, ja, die neemt elke keer wat meer af, omdat we allemaal vaker elektronisch berichten naar elkaar versturen. Oké, is dat iets van de laatste tijd? Nee, dat speelt volgens Van Oudheusden al veel langer. Het aandeel PostNL is eigenlijk al 3 jaar aan het dalen. Je ziet natuurlijk al jarenlang dat het volume bij met name de briefpost afneemt. In 2021 was er nog een hoogtepunt, want toen nam PostNL de enige concurrent over. Toen dachten mensen, nou, dat wordt dan goed verdienen. Maar in de recente jaren zie je toch dat de arbeidskosten steeds zwaarder wegen op de begroting. En daardoor blijft er onderaan de streep weinig winst over. Oké, dan naar die postzegels. Ik verstuur niet heel vaak een brief, nee, moet ik zeggen. Ik weet dus ook helemaal niet hoeveel een postzegel kost. Nee, ik ook niet. En het staat er ook niet meer op. Er staat een 1 of een 2 op, waar je het maar voor nodig hebt, binnenland of buitenland. Maar iemand die dat wel weet is Rob Smit, eigenaar van postzegelhandel Postbeeld. Hij kan ons precies vertellen hoe duur een postzegel is. Op dit moment 1,14 euro. En ja, Nederland geeft dus tariefzegels uit sinds 2010. Waarmee het tarief dus telkens oploopt. Kun je dezelfde zegel gebruiken. En dat begon ooit met 44 cent in 2010. Ja, maar vanaf 1 januari stijgt de prijs weer naar 1,21 euro. Worden postzegels eigenlijk meer waard als een soort van Pokémon-kaart? Nou ja, het hangt er vanaf welke je hebt. Maar het kan zeker, vertelt Smit. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat voor postzegels. Maar postzegels die geldig zijn, gaf net al aan, in 2010 kostte die postzegel 44 cent. Dus als je hem toen gekocht had, zou je hem nu ook kunnen gebruiken. En dan is hij op dit moment 1,14 euro waard. Ja, maar je hebt volgens Smit ook echt waardevolle postzegels. Ja, bijvoorbeeld de zegels met koning Willem-Alexander die jaarlijks uit worden gegeven. Daarvoor betaal je nu soms een tientje voor 3 zegels of soms wel meer. Ja, maar het velletje, zegels onder in de la. Ja. Als die daar blijft liggen, of ik ben hem vaak kwijt. We hebben er wel ergens eentje liggen, maar die is dus niet heel veel meer waard. Nou ja, voor de zekerheid hebben we dat maar even gevraagd ook aan Smit voor het geval dat. Nou, als je een postzegel nodig hebt, zou ik zeggen, dan verstuur je hem. Als je het leuk vindt om te bewaren, bijvoorbeeld om te verzamelen, dan kun je hem natuurlijk bewaren. Als je hem niet nodig hebt, dan wordt hij in principe telkens meer waard. Oké, de vraag die wij beantwoord willen zien, is een aandeel van PostNL goedkoper dan een postzegel? Ja, en dan moeten we naar de beurs. Dit zei Van Oudheusden er vanmiddag over. Ja, op dit moment is dat een feit, want een aandeel dat kost op dit moment 1,12 euro en een postzegel 1,14 euro. Dus ja, daarmee is het aandeel, 1 aandeel op dit moment net ietsje goedkoper. Maar niets is zo veranderlijk als de beurs. Vanmiddag stond hij nog op 1,12 euro. Maar je betaalt nu 1,13 euro voor een aandeel van PostNL. Maar het is nog steeds dus een feit, voor nu dan. Want per 1 januari kost hij dus 1,21 euro.